Ik ben Rob Korbelt. Ik ben samen met mevrouw Tanja Korbelt eigenaar van Korbelt Vuur BV Raalte. Mijn functie is eigenlijk meer de verkoop en inkoop. Mijn taak is dat ik de financiële administratie verzorg voor Korbelt Vuur. Wij zijn dus Korbelt en wij doen natuurlijk aan party en events. Dat wil zeggen van wij proberen kale evenementen of lege hallen, lege bedrijfshallen, feesttenten, kale ruimtes proberen wij naar wens van de opdrachtgever in te vullen. Ja, dat kan sober zijn tot heel sfeervol, compleet met bloemen, aankleding, decoratie, noem maar op. Korbelt Vuur doen wij dus niet alleen. Wij hebben dus een uitstekend team om ons heen. Dat klopt. En wij hebben natuurlijk een werkgebied. Vroeger was ons werkgebied, zeg ik altijd, een beetje een 30, 40 kilometer rond Raalte. Maar dat is inmiddels wel heel Nederland geworden. Met toch wel de belangrijkste kern, een straal van 70, 80 kilometer rond Raalte. Wij proberen toch wel diverse investeringen te doen om toch bij te benen aan de vraag naar de markt. De dienstverlening is bij ons ook een belangrijk punt. In principe zijn we altijd bereikbaar en proberen we ook in de toekomst dat we dat zo kunnen blijven houden. Nou, het is toch wel hartstikke leuk dat we na zoveel jaren hard werken ook genomineerd zijn voor de Roya. Dat is, het is toch wel een verdienste, denken wij dan, waar we super blij mee zijn. Ja, wij willen iedereen heel erg bedanken voor de nominaties, althans die ons allemaal genomineerd hebben. Daar zijn we echt super blij mee. Zeer verrassend ook, want dat is nooit onze insteek geweest. Maar we zijn er wel heel erg blij mee. En natuurlijk ook op een evenement als Stoppelanen, zeg maar, waar we natuurlijk zelf leverancier zijn. En alleen maar top. En wens de Stoppelanen zelf ook heel veel succes nog deze dagen. En iedereen die naar Stoppelanen toe gaat. Mijn naam is Jacques Seijnen, eigenaar van Seijnen Wonen en Slapen te Heino. Mijn naam is Wouter Bos en ik ben bedrijfsleider bij Seijnen Wonen. Wij samen met 11, 12 man personeel hebben wij hier een meubelzaak in Heino. Een aantal jaren geleden zijn we begonnen om de hele winkel te restaren. En afgelopen oktober vorig jaar hebben we de laatste fase gedaan, zowel de slaapkamerafdeling als de buitengevel. Nou ja, we zijn dus een woonwinkel, zoals de meeste mensen ons misschien wel kennen. Maar we zijn zeker de laatste jaren veranderd en hebben ons veel meer gespecialiseerd in totaaladvies. Dus eigenlijk verkopen we niet alleen de meubels, maar de complete beleving. Dus compleet ingerichte slaapkamers, woonkamers. En we kunnen dat dan ook echt doen van vloer tot plafond eigenlijk en alles wat daartussen zit. Dit is dan zo'n 3D-advies voor een klant. Hier hebben we het hele huis ingericht op schaal. En daar zoeken we dan ook alle materialen en kleuren bij uit. En dat zetten we dan ook bij elkaar. En dat presenteren we ook aan de klant. Zo krijgt de klant ook echt een duidelijk beeld van wat we kunnen realiseren. Tot slot willen we zeggen, tot ziens in de mooiste woonwinkel van Zalland. Zeker. En bedankt voor de nominatie. Heel erg bedankt. Ik ben Erik Beekman van Beekman Electro uit Raalte. Ons bedrijf bestaat sinds 1972. Mijn ouders zijn ermee begonnen, dus al 46 jaar. En ik ben zelf in het bedrijf gekomen in 1991. We zijn erg trots op het grootste project tot nu toe ooit voor ons. Penasten hier in Raalte. We doen daar eigenlijk alle elektrotechnische installaties die wij zelf doen. Gewoon een heel mooi project die we samen met Wilmsen hier binnen hebben gehaald. De camerabewaking bij de Vogellanden in Zwolle. De mensen die bij de Vogellanden komen, die zijn, hebben tandartsangst. En als ze in paniek zijn, dan kun je ze niet meer behandelen. Behalve je weet soms niet wat de oorzaak is geweest voor die paniek. Als er iets gebeurd is, kunnen ze terugkijken wat is de oorzaak geweest. En op die manier hebben ze nu helemaal een systeem waar de hele ruimte op neemt. En dat is wel mooi. We proberen eigenlijk alles te doen voor de klant. Te ontzorgen. Zorgen dat ze er zelf weinig werk mee hebben. Zorgen dat we doen zoals je het zelf ook graag zou willen hebben. Maatschappelijk en sociaal betrokken. Ja, dat zijn we wel. Bij Stoppelhanen ben ik zelf 15 jaar in het bestuur heb ik gezeten. Dus Stoppelhanen dragen we zeer zeker een warm hart toe. Wij zijn genomineerd voor de Roya. Maar ook twee van onze klanten, Korbelt Vuur en Seijnen Wonen, zijn ook genomineerd. Laten we er een mooie middag van maken en laten de beste winnen. Ja. Gewoon iets bijzonders en samen met de klant ergens komen. Dat is mooi.